Jongens, weet jullie nog het spookhuis in Sars van Gent dat nu afgebroken is? Waar zo'n rare feiten werden waargenomen en dingen gebeurden? Stond erachter, alleen staat erachter. En dan staat nu ook te koop omdat de eigenaars gewoon niet meer aan kunnen. Omdat het ook gedaan is. En geef toe, dit is echt wel eng. Het is echt wel eng.